Sinds november zijn al zeker 5000 Iraanse meisjes vergiftigd op school. Ze werden misselijk, konden moeilijk ademen en sommige van hen moesten zelfs naar het ziekenhuis om verzorgd te worden. De giftige stoffen zijn met opzet verspreid via de ventilatie die voor frisse lucht zorgt. زنگ ورزش بود. بعدش دیدیم هیچ کس تو کلاس نیست. رفتیم وقتی رفتیم تو سالن بوی عطر. De stof is niet dodelijk en de meisjes kunnen ervan genezen. Maar wie zou nu zoveel meisjes ziek willen maken? We weten niet precies wie er achter de vergiftiging van de meisjes in Iran zit, maar het is wel duidelijk dat het mensen zijn die de meisjes bang willen maken om naar school te gaan. Je hebt heel wat mensen in Iran die vinden dat meisjes niet naar school moeten gaan, dat ze thuis moeten blijven om voor het huishouden te zorgen. Meisjes mogen wel naar school in Iran, maar ze mogen in het land vaak niet doen wat ze willen. En er zijn voor meisjes veel strengere regels dan voor jongens. Bijvoorbeeld, meisjes zijn verplicht om een hoofddoek te dragen. En de voorbije maanden zijn meisjes daar tegen in opstand gekomen, op straat gekomen om te protesteren. En sommigen denken dat de meisjes op school misschien wel vergiftigd zijn als straf omdat ze op straat zijn gekomen. Er zijn nu 100 mensen opgepakt die verdacht worden van de vergiftigingen. En de regering van het land zegt dat er sinds vorige week geen meisjes meer zijn ziek geworden. Merci om de video te bekijken. Vergeet niet om de video te liken. En abonneer je ineens ook op ons kanaal om niets van Karwi te missen. En check deze video's ook. Hè.